Deze keer in de vlog. Ik plant weer van alles uit in de moestuin, waaronder boerenkool en spruitkool. Ik zaai knolvenkel en weer extra stokbonen. Ik zaai ook nog wat klimspinazie bij de stokken. En ik zaai nog wat extra heel mooie Oost-Indische kers met dubbele bloemen. Tijdens het rondje moestuin laat ik mijn kapucijners zien, de pompoen, de tomaten en de courgette. Veel kijkplezier! Goedemorgen, het is vandaag maandag. Mijn stem is een beetje schor, want ik heb gisteren 4 uur met een vriendin gebeld. Oeps, dus ik merk dat mijn stem niet helemaal lekker gaat, maar komt vast wel goed. Ik ga vandaag weer even lekker de moestuin in. Wat ga ik zaaien? Nou, ten eerste knolvenkel. Die heb ik thuis al voorgezaaid, maar helaas, dat heb ik volgens mij niet echt heel goed laten zien. Er zijn er best veel opgegeten door de slakken. Ik ga dus zaaien direct in de volle grond en dan ga ik er later, als ze zijn opgekomen, wat voorgezaaide tussen zetten. Als die er dan nog zijn. Wat ga ik ook nog doen? Ik ga gewoon weer stokbonen zaaien. Ik zag dat het tot half juli kan. 1 keer moet het toch gewoon lukken om er wat meer te laten opkomen. Ja, ze komen wel op, maar ze worden elke keer opgegeten. De vorige keer dat ik had bijgezaaid voor de, nou, 6e keer, waren ze ook weer allemaal onthoofd, zag ik. Ik heb er nu dus 4, maar ik wil er gewoon echt wat meer. Dus ik ga het gewoon nog een keer proberen. Volgens mij heb ik geen paarse bonen meer, maar wel nog die groene. Dus die ga ik er gewoon inzetten. En ik ga ook nog dit bijzaaien, Oost-Indische kers. Ik heb er een paar planten uitgetrokken, maar dat waren de rankende. Want ik weet gewoon dat die alles gaan overwoekeren. Die zijn uitgezaaid van vorig jaar. Dit zijn niet rankende met, ja, hele mooie kleuren. Dus die wil ik er eigenlijk gewoon een beetje voor de sier nog tussen zetten. Ik zag dat het kan tot... Oh, ik zie geen datum. Nou ja, ik dacht, die dingen bloeien tot aan de vorst. Dus waarom zou ik ze niet nu nog kunnen zaaien? Ik ga het gewoon proberen. Was het dat? Ja, dat was het. Misschien bedenk ik onderweg naar de moestuin nog wel meer om te zaaien. Maar dat ga ik in ieder geval zaaien. En misschien neem ik nog wat boerenkooltjes mee als ik die groot genoeg vind. Maar dat zie ik zo wel. Ik zie je zo in de moestuin. Doei! Zo, daar ben ik dan. Ik ga dus zaaien. En ik heb meegenomen, even kijken, een Lipischer bruinkool. Een rode boerenkool. Ik heb een rode koolrabi meegenomen. Ja, paars eigenlijk. En een spruitkooltje. Ik wil uiteindelijk 3 spruitkolen erin hebben. Dus ik hoop dat deze blijft staan. Ik heb in ieder geval 1, die is lekker aan het groeien. Die zal ik zo even laten zien. Ik ga eerst even uitplanten en daarna lekker zaaien. En toch maar even dit vestje uitdoen, want het is best lekker als de zon een beetje gaat schijnen. Ik neem je heel even mee met mijn statief, omdat ik lui ben en geen zin heb om het af te halen. Kijk naar het spruitkooltje, dat het goed doet. Die gaat gewoon goed, die gaat het ook gewoon redden. Dus ik heb er sowieso 1 en... ja, verder zien we het wel. Hier al even een sneak preview van de juffertjes in het groen. Ik vind het zo mooi bij die knaloranje Oost-Indische kers. Oh, dit wordt echt mijn allermooiste moestuinjaar. Het beste, dat weet ik nog niet, maar wel het mooiste. En dat is ook wat waard. Ik heb dit jaar echt wel veel meer in de moestuin staan dan andere jaren. Vooral heel veel extra bloemen, waaronder enorme dahlia's. Dus het is een beetje zoeken naar ruimte, maar het lukt mij altijd. En er worden ook dingen opgegeten. Ja, dat scheelt dan weer. Soms is dat dan even handig en dat ik denk, ja, het zij zo. Nu heb ik weer even ruimte voor de spruitkool. En die zet ik bewust helemaal aan de andere kant van de moestuin dan mijn andere spruitkooltje. Zodat ze niet te dicht bij elkaar staan. Dan put ik de grond niet uit, omdat alles nu door elkaar staat. Zo, weer enorm veel mieren. ja, en wat ook een voordeel is, is dat als er een plaagdier hier naartoe komt, dan moet hij echt heel goed zoeken waar alle kolen staan. Bijvoorbeeld het koolwitje. Want ja, alles staat door elkaar. Dus het koolwitje kan niet echt zo van de een naar de andere kool hoppen. Dus ik geloof heel erg in deze methode. Ik had eigenlijk nog wat compost moeten toevoegen, maar ik ben echt te lui om nu
naar de composthoop te lopen. Dus ik voeg dat later nog wel even toe, een ander keertje. Oh. Ik heb ook weer die korreltjes van Greenfix toegevoegd. Dat had ik in de vorige vlog al verteld, hè. Dat doe ik bij alle kolen en vruchtgewassen die ik uitplant. Dit ding eroverheen. Ik heb ook even wat wol meegenomen. Ja, ik heb gewoon echt niet de illusie dat dit echt de oplossing is. Maar nu het er toch weer is. Wij krijgen dit gratis, geloof ik, van een herder. Ik weet niet waar. Maar ik ga het gewoon proberen. Je weet maar nooit, toch? Nu even bedenken waar ik de rest ga neerzetten. Het is een uitdaging. Ik heb toch een ander plekje gevonden waar nog niet zoveel kolen staan. Namelijk op de plek van de tuinbonen. Want, zoals je misschien wel kunt zien, gaan die niet goed. Ik heb geen idee wat dit nou weer voor ziekte is. Maar het lijkt gewoon roest. Ik heb dat nog nooit gehad op mijn tuinbonen. Ik denk eigenlijk dat ik sowieso degene die er het slechtst uitzien even ga uithalen. En dan laat ik de wortels erin zitten. Want die binden stikstof aan zich. En daar kan dat kooltje dan weer lekker van profiteren. Ja, die tuinbonen zijn dit jaar dus niet heel goed gegaan. Ik heb er een paar kunnen oogsten. Maar ja, het was niet veel soeps. Poging, heel veel. We gaan het weer zien. Het fijne is wel, op een gegeven moment raak je er zo aan gewend. Aan die slakkenvraat. Dat je dan eigenlijk er gewoon van uitgaat dat het verdwijnt. En als het dan blijft staan, dan ben je echt hartstikke blij. Ik heb wel nog even dat spul. Oh, die slak. Hoe heet het nou? Sneeuwfix meegenomen. Van Greenfix. Ik heb het in Marcel's Green Soap gedaan om het erop te kunnen spuiten. Want de vorige keer merkten mensen terecht al op. Ja, je bent water gaan geven nadat je dit spul erop hebt gespoten. Ja, dat was dus inderdaad niet handig. Ja, zo werkt mijn brein dus soms. Super onhandig, maar goed. Dus ja, dat had niet heel veel zin natuurlijk, want dan spoel je het er weer vanaf. Dus nu doe ik het andersom. Ik heb ook ontdekt dat je het niet moet gebruiken in de felle zon. Dat heeft Greenfix nu op de site gezet, naar aanleiding van mijn tip om dat wel echt even te melden. Want er ontstonden een beetje brandplekjes op deze zeiling. Oh, hij komt er wel gewoon doorheen. Maar dat was gewoon niet zo handig. Dus als je die Greenfix ook hebt gekocht met mijn kortingscode. Je krijgt dus altijd 15% korting bij Greenfix. In de webshop met mijn code moesmeisje15. Niet gebruiken als de zon echt knijterfel is. Dat werkt niet. Oh, ik zie nog best wel wat plek. Hey, de Nieuw-Zeelandse spinazie. Die leeft nog. Jee, dat is fijn. Ik zie wel, tot mijn grote blijdschap, wat zinnia's die het gaan redden. Hier al twee en ik zag er hier, ik weet niet of je dat kan zien, maar ook één. Ja, dat is fijn. Ik dacht dat ik dit jaar echt bijna geen zinnia's zou hebben. Die zijn natuurlijk echt favoriet bij de slakken. Maar ik zie er sowieso al drie. En ik weet dat ik er daarachter ook nog een paar heb uitgeplant. Ik zie er daar rechts ook nog één. Nou, dat komt helemaal goed. Dan heb ik er sowieso een stuk of vier. Nu is het tijd voor de knolwinkel. Die moeten 20 centimeter van elkaar, maar slakken. Dus ik denk dat ik serieus, zonder grap, gewoon 5 centimeter afstand hou. Dan trek ik er, als ze het allemaal gaan redden, wat ik echt niet denk, trek ik er daarna gewoon elke keer twee uit. Ik ga ook nog de klimspinazie bij het bonenrek zetten. Dus die ga ik tegelijk met die stokbonen nog zaaien. Want als die stokbonen dan weer worden opgegeten, heb ik misschien dit nog. Ja, je probeert ook maar wat met al die slakken. Ik zie het wel. Kijk, zo ziet het er dus nu uit. Ja, eigenlijk op zich wel mooi. Aan elke stok
één bonenplant. Dat is niet waar wat ik zeg. Dit zijn volgens mij toch twee planten. Ja, groen en paars door elkaar. Nou, het is minder erg dan ik dacht. Hier zit er nog wel paarse in. Dan ga ik toch ook nog paarse erbij doen, want die vind ik zo mooi. Ik vind wel dat ik de Nobelprijs verdien voor de meest volhardende moestuin hier van het jaar. Ik kan niet eens meer tellen hoe vaak ik dit al heb gedaan, bijgezaaid. En elke keer zie ik weer van die kale stokjes staan, van die onthoofde stokjes. Oké, dat waren de bonen en nu die spinazie. Maar kijken hoe dat gaat. Ik wil ze ook niet allemaal opmaken. Ik denk dat ik er 3 doe, want ik heb natuurlijk thuis ook voorgezaaid, dus ik moet ook niet overdrijven. En ik zag dat er al eentje een paar dagen geleden was opgekomen, dus dat is super. 1... 2, 3. Oké. Goeie jongens. Doe het. Hier ook nog even water. En dan ga ik nog... Oh, is Indische kers zaaien zo. Overal waar ik heb gezaaid, ga ik zo nog even water geven. De rest doe ik niet. Als je echt te veel water geeft, te vaak, dan worden planten heel lui. Ze moeten echt wel zelf op zoek gaan naar water. En alles staat er ook gewoon prima bij. Maar waar ik net heb gezaaid, of waar dingen net aan het opkomen zijn, daar geef ik dan wel even water. Oost-Indische kers. Ja, die staat er eigenlijk al heel veel, maar dat is allemaal die standaard. En ik wil zo graag die aparte soortjes met die mooie dubbele bloemen. Die zullen voor de bijen waarschijnlijk wel minder goed zijn, maar ik heb genoeg andere. Dus ik kan wel aan mezelf verantwoorden om die er dan nog tussen te zetten. Het is wel een enorme uitdaging. Maar hier is nog een gat. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar hier zo op de grond is het nog onbedekt. En onbedekte grond... Oh, een peperclip in mijn mond. Dat wil ik niet. Dat is niet goed voor de bodem. Dus daar kan ik lekker als bodembedekker die Oost-Indische kers neerzetten. En dan staat die ook naast de savooienkool. En dan kunnen de koolwitjes op de Oost-Indische kers gaan zitten. In plaats van op de savooienkool. Ik moet even een klein rondje moestuin doen. Tijd al zat. Ik hoop het niet. Maar ja, er verandert elke week weer iets. Dus ik doe alleen weer even de highlights hoor. Ik ga niet elk plantje aanwijzen. Hierachter heb ik de sojabonen gezaaid. Die zijn opgekomen, maar ook deels weer opgegeten. Dus ik heb laatst er weer nieuwe tussen gestopt. Ja, er is best veel gewoon weg. Kijk, hier staat er dan één. Die is helemaal aangevroten. Die ook. Die ook. Ik kreeg laatst trouwens commentaar op iemand van Instagram. Die stuurde mij een privébericht om te vertellen dat aangevroten niet goed Nederlands is. Nou en? Ik vind het gewoon een lekkerder woord dan aangevreten. Dat voelt voor mij niet kloppend. Ik ben tekstschrijver, maar ik zeg gewoon lekker aangevroten. dus dat heb ik opnieuw gezaaid. Hier heb ik dat rijtje andijvie gezaaid. Nou, daar ga ik binnenkort even een paar wegknippen. En die ga ik dan denk ik later verplaatsen. Of misschien gewoon netjes hier in een rijtje zetten voor een keer. Daar is de paksoi. Ja, een beetje een chaos, maar daar zijn ook een paar plantjes die het gewoon hebben overleefd. Die laat ik even wat groter worden en dan
zet ik ze ook op een ander plekje. Paarse pannenkool gaat fantastisch. Kijk, de eerste juffertjes in het groen. En kijk nou hoe mooi. Bij dat oranje. Wauw. Er staan uitjes tussendoor. Kijk, hier doen het ook goed. De kapucijners. Ja, ik denk eigenlijk dat deze al goed zijn. Maar ja, dan heb ik heel weinig. Omdat ik natuurlijk maar heel weinig planten heb. Dan heb ik echt een paar ertjes. Ja, en dan doe ik ze wel gewoon door de pasta een paar. Beter iets dan niks. Waar ik wel blij van word, is de pompoen. Kijk, die begint daar en die is zich al helemaal zo mooi. Eigenlijk wat ik zelf al had bedacht, om het rek aan het wikkelen. Ja, ik laat hem gewoon gaan. Hij gaat uit zichzelf zo. Ik hoop dat hij dan straks zo het hoekje omgaat. Kijk, de eerste pompoentjes zitten er al aan. Dit vind ik fantastisch. De duizendblad. Laatst was ik hier en toen zaten er allemaal bijen. Oh kijk, nu ook één, maar echt wel vijf of zo. Ik vind dit heel mooi. Ik ben super blij dat net toevallig de gele en de roze zijn opgekomen. Ja, je kent mij. Ik vind dat de meest fantastische combinatie. Dahlia, die heb ik al een paar keer van geplukt. Daar was ik ook echt helemaal gelukkig mee. Die zit volop in de knoppen, doet het geweldig. Van de bloemoloog. Als je ooit biologische dahlia knollen nodig hebt, bloemoloog. Ja, de tomaten. Kijk of ik daar nog bij kan. Bijna niet meer. Die gaan ook goed. Kijk. 1, 2. Moet je kijken. De derde. De vierde tros is in de maak. Dus ja, je hoort mij niet klaar hoor. Ik vind het mooi eruit zien. De plant ziet er nog gezond uit, ondanks alle regen. Dat kan ook kloppen, want dit is een ras van de bolster wat binnenkort op de markt komt. Of volgend seizoen of dit seizoen nog, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ja, je kunt ze nu niet meer zaaien. Resistent tegen de aardappelziekte. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar is er nog één. Moet je kijken. Wat veel tomaten. Love it. Dit is echt fantastisch. Volgens mij heb ik per ongeluk één dief laten zitten een keer. Ja, deze. Kijk, dit is een dief. Die had ik moeten weghalen. Maar ja, nu hangen er al een trosje aan met tomaten. Dus ik laat hem zitten. Pech. De Bright Eyes. Wauw. Het mooie is, als je van deze open dahlia's koopt. Dus enkel bloemige. Daar hebben de bijen wel wat aan. Aan die pomponvormen, zeg maar, die helemaal dicht zitten. Ja, daar kunnen de bijen niet bij. Maar bij deze wel. Dus ja, als je echt dahlia's voor de bijen wil, dan raad ik je aan om die enkelbloemige te doen. Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste courgette geoogst. Ik wilde dat eigenlijk met je delen in de vlog. Maar ik dacht, ja, als ik langer wacht, dan is het zo'n reuze courgette. En die smaakt gewoon niet lekker. Dus ik heb hem toch al geoogst. Kijk, er zitten alweer 3 nieuwe aan. Wauw. Dit wordt een goed courgettejaar. Ik voel het aan mijn water. Kijk, hier zitten ook allemaal nieuwe. Natuurlijk wel een mannetje openstaan. Maar ja, ik zie nog geen mannetje. Ja, nou ja, we gaan eens zien of die bevrucht is. Als ze niet bevrucht worden, dan ziet het er zo uit. Die heb ik even speciaal voor je laten zitten. Ik had 2 niet bevruchte courgettes. En dit is er één van. Die andere heb ik er al afgehaald. Kijk, zo ziet dat eruit. Die andere zag er nog slechter uit. Dit gaat niet meer groeien. Dit gaat uiteindelijk helemaal wegrotten. Die kan je net zo goed meteen al van de plant afhalen. Ja, je herkent het vanzelf als je het ziet. Dus ze blijven dan klein. Je denkt dan, hé, ik krijg een courgette. En uiteindelijk denk je, hij groeit niet meer. En dan gaat hij aan de onderkant, waar de bloem zat, gaat hij een beetje rotten. Ja, dan kan je hem er gewoon beter van afhalen. Het kost de plant alleen maar energie. En het voorkomt ook dat er allerlei schimmels ontstaan daar. Dus gewoon lekker weghalen. En deze laat ik nog even zitten. Hiervan weet ik gewoon nog even niet of die bevrucht is. Ik gok van wel. Kijk, het is gewoon een joekel van een plant. Ik blijf hem de komende tijd opbinden. Ik heb er al een paar bladeren aan de onderkant weggehaald. Kijk. Waardoor ik straks hieronder nog dingen kan zaaien. Ik doe dat niet te veel in één keer. Maar ik blijf gewoon af en toe, als er een courgette aan heeft gezeten, haal ik het blad daaronder weg. En elke 10 centimeter bind ik er een touwtje omheen. En zo gaat dat ding lekker klimmen. Als die er straks uitgaat, dan kunnen er weer nieuwe in. Dan kan er weer een nieuwe kool in. De zomeraster gaat fantastisch. De rode kool.
De Russische bladkool gaat goed. Dit is een hele mooie dahlia. Kijk, wauw. Ga ik zo weer even plukken. Oh ja, en dit is dus die tuinboon. Met die soort roest erop. Geen idee wat dat is. Ik pluk deze even. Ja, kijk, er zitten nog wel tuinbonen aan. Dus ik heb zoiets van, ja, ik laat hem nog wel even staan. En dan, kijk, zie ik wel wat er van komt. Deze ook maar even eraf. Maar goed, dan komt dit dus weer lekker vrij. Dat is fijn, want daar staat de Nieuw-Zeelandse spinazie. Die gaat het denk ik wel redden. Die heeft dan dit plekje zo om lekker te kruipen. Dus dat is top. Ja, zo ziet het er gewoon nu uit. Alleen hiervoor dus kale stukken nog. Ik blijf daar gewoon lekker zaaien. En verder gaat het gewoon meer dan fantastisch. Dus ik ga heel even kijken naar die kapucijner. Pak ik even de allerdikste. Ja, die voelt wel echt ontploft. Maar ik ga gewoon even kijken. Spannend. Oh, ik denk dat ze goed zijn. Ja. Oh, wauw. Ik weet niet eens of je ze rauw kunt eten, maar... Oh, die zijn prima. Dan ga ik de allerdikste ga ik even oogsten. Kijk. Ja, volgens mij is dit wel rijp hoor. Ik ga de andere dikke ook even oogsten. En dan moet ik even kijken wat ik ermee doe. Ik denk gewoon in de pasta. Toch mijn allereerste kapucijner oogst. Toch een beetje trots. Ze zijn wel lekker groot op zich, dus dat is fijn. Ja, die haal ik er ook uit. Volgens mij moet je ze gewoon oogsten als dat velletje echt een beetje zo op knappen staat. Kijk, hier. Nee, die nog niet. Deze is ook goed. Nou, hoeveel heb ik er nu? 5. Jee. Volgend jaar ga ik het gewoon opnieuw proberen. En dan hoop ik natuurlijk dat die hele tipi onder zit. Nu is dat gewoon niet zo. Het is zoals het is. Ik ga nog even wat bloemen plukken. En dan ga ik lekker naar de katjes, want die hebben vast zin in eten. Opeens komen er echt van alle kanten bijen tevoorschijn. Grappig. Ja, dit maakt me gewoon echt heel gelukkig. Ik moest tuinier echt niet alleen maar om het kweken van groenten die ik zelf opeet, maar ook wel echt om de insecten te helpen. Dan word je gewoon heel blij van dit soort tafereeltjes. Oké, ik ga lekker naar huis toe, naar de katjes. En even lunchen. Oep, want ik heb trek. Ik hoop dat je het weer een leuke vlog vond en ben je nog niet geabonneerd, abonneer je dan op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En wil jij mijn vlogs financieel waarderen, dan kan dat met een duitje online. Dan kun je gaan naar www.duitjeonline.nl/moesmeisje. En daar kun je een kleine donatie doen als je wil, want ik heb wel besloten deze week dat ik eigenlijk toch wel heel graag dit als volledige baan wil gaan doen. Ik kan dat nu nog niet doen, want dat is gewoon financieel niet haalbaar. Maar het is wel echt mijn grote wens. Ik heb het gewoon echt wel uitgesproken naar een vriendin van ja, het liefst ga ik dat gewoon doen. Dus ja, dan helpt het wel als mensen een beetje doneren voor het kijken van mijn vlogs. Dus mocht je dat willen, dan ben je uiteraard welkom. En wil je dat niet, ook helemaal goed. Dan mag je alsnog gewoon lekker genieten van mijn gratis vlogs. Want ik vind het gewoon super leuk om ze te maken. Dus ik zie je volgende week weer. Doei doei!